Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 19 december. Het is een bewolkte dag vandaag. Slechts heel af en toe heeft de zon eventjes geschenen. Maar op de meeste plaatsen bleef de bewolking overheersen. En de komende dagen zal dat ook zo blijven. Het is dus erg grijs. Wat dat betreft zijn het echt de donkere dagen voor Kerst. Op de weerkaart zien we een hoge drukgebied ten zuidwesten van Nederland. En het hoge drukgebied dat houdt een westelijke stroming in stand in onze omgeving. En daarin worden veel wolkenvelden aangevoerd. Ook morgen zal de bewolking weer overheersen en is er nauwelijks ruimte voor opklaringen. Die bewolking is ook af en toe dik genoeg voor wat lichte neerslag. En dat betekent ook dat we dan morgen af en toe wat regen of motregen krijgen. En buiten de bewolking en de neerslag om is het ook vaak nevelig. Al met al vrij grijs weer. Vanavond ook die bewolking, bij temperaturen dan zo rond de 5 graden. De wind waait uit het westen en is overwegend matig. En ook vannacht is er veel bewolking aanwezig. De temperatuur ligt vannacht ruim boven het vriespunt. De minima liggen tussen 4 en 6 graden. Verder staat er een zwakke tot matige wind, en mocht er een opklaring komen, dan neemt de kans op mist alleen maar toe. Ja, morgen weinig verandering in het weerbeeld. Nog steeds die zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen en veel wolkenvelden. Zo nu en dan valt er wat regen of motregen. Al met al kan het hier en daar best wel druilerig zijn. Het is wel opvallend zacht voor deze tijd van het jaar, want de temperatuur loopt op naar zo'n 7 tot 9 graden. En ook na morgen blijft het weerbeeld aan de bewolkte kant. Heel misschien dat vrijdag in het noorden de zon eventjes doorbreekt. Het wordt zo'n 7 tot 10 graden over het algemeen en de wind houdt een westelijke volkeur. In het weekend gaat het wel wat harder waaien. Ja, en wordt het dan een witte kerst? Nou, het ziet er uit dat dat niet gaat gebeuren, want de temperaturen blijven erg hoog. Ook tijdens de kerstdagen, maandag en dinsdag, ligt het kwik zo tussen de 6 en de 10 graden. Geen kans dus op winterse neerslag en ook de nachten blijven vrij zacht met temperatuur ruim boven het vriespunt. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.